Mijke van Wijk met Mijkersmiddag Live. Welkom op Radio 6 NTR. Radio 6. Vrijdag 13 december bij Mijkersmiddag Live in het MC Theater in Amsterdam hadden we drie zangeressen te gast. Die alle drie iets totaal verschillends doen, maar ze hebben één ding gemeen. Ze zijn namelijk steengoed. En we trapten af met Maria Mendes, geboren in Portugal, 2007 naar Rotterdam vertrokken om hier te studeren aan het conservatorium. En ze heeft Quincy Jones een keer ontmoet. Hij was jury in een wedstrijd waar zij meedeed. En hij voorspelde haar een zeer sprankelende toekomst. Maria Mendes. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. My label that released my album Along the Road in 2012 is an American label from New York City. The name is Dot Time Records. And of course, since 2012, I've been in an international tour. I've been playing in a lot of countries outside Europe. And I think it's just a teamwork. So the label has been promoting my work also in America. Blue Note heard, liked very much and invited me. And what did you think? What was your first thought when they invited you to play there? I didn't believe. I stayed very quiet for some months. I know this already for some 5 months. And, you know, until everything is bought and fixed, like trips. And then you know, then you really believe then when your name is in their website. So I'm extremely excited. With 28 years old to be there with my first album, I think it's a bless. Yeah. Happy little blue. Birds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Elf jaar was ze toen ze voor het allereerst een plaat hoorde van Donna Summer. En toen dacht ze als klein meisje, ik wil ook zangeres worden. Mirjam van der Loo. Toen Donna Summer stierf, vorig jaar, toen dacht ze, ik ga een tributeplaat maken voor deze vrouw. Told the soul just how I'm feeling over you, but they said it really loud. Nou, als ik haar stem hoor, dan weet ik wat ze doet met haar stem. Het is net of wij samen één zijn. Zo voelt het voor mij. En ja, toen ik vorig jaar met haar band mocht spelen, want dat is gebeurd. En hoe ging dat? Ja, ik had een contact opgedaan in New York. En dat bleek de bassist te zijn van Donna Summer. En zo ben ik naar New York gegaan, net nadat ik deze tribute heb opgenomen. En toen heb ik met haar eigen band mogen spelen en haar man mogen ontmoeten. En die had hetzelfde als wat jij net zegt. Dat hij eigenlijk zo geraakt was door onze stemmen. En dat we zo op elkaar lijken ook. En zelfs als hij ons ziet, we lijken totaal niet op elkaar. Maar je ziet ons wel samen. En de derde zangeres die we te gast hadden, Monica Akihari, samen met gitarist Niels Brouwer, al meer dan 15 jaar Boy Aki. Soms spelen ze in duo, soms met zesmansformatie. En vandaag waren ze hier met z'n vieren om hun Freedom Songs te spelen.